is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. We beginnen met de eerste gang en dat is groente. We eten tegenwoordig in 3 gangen met Niels. Het was een hele drukke week, ik ben blij dat ik klaar ben met toe een weekend. Oh. Nog meer? Dit weekend, vanavond niks. Morgen gaat Niels lekker naar de kapper met Sven. En verder moeten we overdag nog eventjes kijken. En zaterdagavond komen vrienden bij ons. We hebben een spelletjesavond. Super gezellig, heel veel zin in. Zondag is het vaderdag. En ik heb geloof ik nog half een afspraak met de zwangerschapsclub, maar dat weet ik niet zeker. En s'avonds gaan we eten bij mijn ouders. Maar het wordt volgens mij iets van 30 graden. Dus misschien dat we gewoon lekker ook wat eerder zondag. Uitslapen tot 10 uur. Dus wij gaan uitslapen tot 10 uur, ik dacht het niet. Uitslapen tot 7:05. Nou, dus misschien dat we zondag wat eerder naar mijn ouders gaan, zodat we in een badje gaan. Zo. Wat? Nee, dat haal je echt nooit meer. Dus ja, dat is volgens mij een beetje. Ik neem jullie in ieder geval weer mee dit weekend. Volgend weekend. Dan zijn we op vakantie. En dan neem ik jullie leuk de hele week mee. Ik denk dat ik het gewoon in 2 ga splitsen. Dus dat je 2 keer een lange, extra lange, mega lange weekendvlog hebt ofzo. Maar dat gaan we nog wel eventjes zien. We gaan dan een weekje naar Frankrijk. Dus dan neem ik jullie lekker mee. Maar eerst maar eens even dit weekend. Wij zitten lekker op de bank. En ja, ik zit filmpje te bewerken en ondertussen tv te kijken. En ik ben ondertussen ook mijn nagels in het kader van multitask ook mijn nagels aan het lakken met deze Catrice Icon Nails Gel Lock in Vintage Pink. Deze. Ik ga zo nog een laagje doen, want ik heb het nog niet helemaal netjes gedaan. Dat krijg je als je zoveel tegelijk doet. Niels zegt lekker te slapen. En ik ga ook op tijd naar bed, want ik ben heel moe. Dus ik zie jullie lekker morgen weer. Voor jullie zo over 1 seconde. Ik heb nog een plekje. Nou, tot morgen. Niels is net naar de kapper geweest. Hij ziet er 10 jaar jonger, nee, ouder uit. maar het zit prachtig. Nu gaan wij eventjes naar de stad. Kijk, hij zit heel schattig bij. Wacht even. Ik zit er schattig bij, we hadden hem even ter ontspanning erachter gezet. Net van buiten en we moesten even snel alles aankleden. Het is nu 11:30, dus het is altijd heel erg gehaast voor mij. Maar het is Gay Pride in Utrecht dit weekend en die begint om 1:00. Dus ik dacht, als wij pas na zijn staapje gaan, is het natuurlijk complete chaos in de stad. Want het is rond 3:00. Dus dan is het net, weet je, net een beetje, nou ja, ik weet niet. Ik leef me met de klein niet zo handig. We moeten even wat ophalen voor Sven bij de Bershka. En ik moet even langs de Hema. Dus dat is het ook. Verder hoeven we niet veel te doen. Maar ik dacht, gaan we nog even snel doen voor een slaapje. Dus ik heb even heel samen opgemaakt, aangekleed. Ik heb dit shirtje aan van, ik weet niet meer waar het van was. Strawaaien, Persia? Geen Only? Ik weet niet. En deze grijze broek van Strawaaien en mijn nep All Stars. Want van de echte krijg ik blauw. En ik heb nog een spijkerjasje aan. Die heb ik nieuw. Ik ga het zien. Kampje aan. Kijk hem. Ik voel me helemaal retro. Deze. En die is van Stradivarius. Een oversized dingetje. Dus, ik weet niet, sommige nodig. Sommige is altijd goed, toch? Let's go. Zo, wij zijn weer thuis. Bloedheet was het. En we hebben voor Niels mooie laarsjes voor de regen. Ik wilde eigenlijk blauwe, maar die hadden ze niet meer. Uiteindelijk bij de Scapino, want bij de Hema ging het maar tot maat 21. Maar misschien, tenminste op het kaartje stond, en ik zag ze ook nergens, stond zeg maar, wat was het nou? Volgens mij 19 tot 21. Maar misschien dat ze online zo wel meer hadden, maar dat is misschien niet op. En deze waren ook maar 6 euro, dus het is prima. Sven heeft wat dingetjes, had hij besteld, dus hebben we even afgehaald. En ik heb de muesli en zo. Niels zit inmiddels een broodje te eten, wij hebben ook wat honger, dus gaan zo even wat eten. Dan
Dan gaat Niels lekker even slapen en dan gaan wij even lekker chillen. Of eigenlijk ga ik aan de site, want dan moet ik vooruit werken. Dus ja, en het viel nog heel erg mee met de drukte, dus dat was fijn. Even zitten. Warm. Warm. Vooral die scopino, jongen. Niet te doen hoe warm het daar was. Nou, eten. Zo, Niels is net wakker. Hij heeft echt een gat in de dag geslapen. Ik moet nu echt 100 kilo was ophangen en dan even iets aantrekken. Ik zat nu even in mijn casual huispak. Maar het is nu al 4 uur, dus ik moet echt even gaan opschieten. Maar wel lekker dat hij echt even goed heeft geslapen. Want ik had het idee dat hij echt moe was. Dus nou, aan de slag. Ik wil je voetje er niet in. Met salade en boekweitpannenkoeken. Gaat even niet. Moet je sokken aan hebben. Kan maar wel, man. Muziek, of een kledingketen, goedkope kledingketen, hebben we het ook al eerder over gehad vanavond. Nee. Ja. En dan de complete variant. En dan zijn we aan het klappen. Dat zijn wij, dus we staan voor. Een nummer met Snoop Dogg. Stop. Goedemorgen, het is Vaderdag en dus is het tijd voor een Vaderdag ontbijt. Dat heb ik hier staan. Je ziet al eten, dus wordt een beetje ongeduldig. Hier is het ontbijtje. En dan gaan we nu de papa halen. Wakey wakey princess. Dus is aan het tekenen voor opa en oma. Ondertussen moest Beer meekijken, dus. Ga je maken. Ja, die zijn ook van jou. Zo. Zo, ik ben deels opgemaakt. Nog niet helemaal, want ik wil zo meteen een festival look opnemen. Maar daar moet ik nog even iets voor halen. Maar dat gaat natuurlijk pas om 12 uur open. Dus ik dacht, ik doe gewoon de basis en zo kan ik al doen. En ik ben echt, ik hoop echt dat ik het, ik denk dat ik het gevonden heb. Ik heb namelijk, ben al bij de, ik weet precies wat ik wil, alleen ik kan het niet vinden. Dus ik ben bij de Ethos geweest, bij het Kruidvat. Maar ik heb nu online iets gezien bij Kiko. Maar ik weet niet of ze het in de winkel ook hebben, anders moet ik het bestellen. En dan weet ik niet of ik het ga redden om op tijd op te nemen voordat we weggaan. Maar als ik de Kiko, als ik het daar niet kan vinden, wat ik zoek, dan hoop ik dat ze zoiets hebben bij Douglas. Dus dan kan ik daar ook nog kijken. Ja, ik heb er iets bedacht, maar ik ben echt heel enthousiast over dit idee. Dus ik wil het gewoon, ik wil het opnemen. Het is wel dat je denkt, ik weet niet of ik daar nu de rest van de dag wel mee moet gaan lopen. Maar dat is wie dan zorgt. Maar ik ga in ieder geval nu eerst zo. En ik ga even kijken wat ik aan ga doen. Ik denk dat het wordt heel warm. Ik denk een jurkje. Ik zat te denken aan deze. Dat vind ik wel leuk, denk ik. Dus die ga ik denk ik aandoen. Ja, ik heb het nu al bedacht. Deze ga ik aandoen. En dan een boxshortje rollen, anders is het zo bloot aan de bips. Ik heb net wasjes gedraaid, dus dat is allemaal gedaan. En we gaan zo even lekker naar buiten, want nou, daar is Niels wel aan toe. Hij is nu even aan het skypen met opa en oma. Maar mijn ouders gaan we toe, maar het is wel leuk om voor vader natuurlijk ook even met Sven's vader te contacten. En nou, in Skype is altijd leuk nieuws. Ik heb een tekening voor opa gemaakt en ook eentje voor mijn opa, of eigenlijk voor opa en oma natuurlijk. En ook kan er wel eentje laten zien trouwens. Nou, is het leuk? Heeft hij stickers opgeplakt en zo? Helemaal leuk. Dus, nou, ik ga me even snel aankleden en dan gaan we even lekker naar buiten. Wij zijn lekker aan het picknicken met restjes van gisteren. Boekweitpannenkoeken. En hier hebben we nog salade in en broodjes. Lekker, hè? Hier hebben we lekkere salade van gisteren. Dus gewoon nog een pannenkoekje. Nam. Op de fiets naar de stad. Gelukt. Dit is hem. Wat zou het worden? Ik weet niet of je het kan zien. Nou, het is gelukt. Ik heb hem. Terug naar huis. Ik heb net nog even een look opgenomen. Jullie zien nu een deel van de look. Want ik heb hem toch een beetje eraf gehaald. Omdat ik weet niet of de vlog eerder komt of de look. En ik vond het zo zonde als je dan die look al zag. En ik werd er gewoon heel blij van. Dus ik vond het zonde als je de hele look al zag. Maar nu zie je een deel van de look. En daarbij is echt wel een festival look. En ik dacht, ja, ik ga nu naar een van haar kinderbadje toe. En daarna gaan we naar de praxis ook nog. En naar mijn ouders. Ik denk, ja, misschien is het ook een beetje gek.
Ik heb trouwens helemaal niet laten zien wat ik aan heb vandaag. Dat zal ik nog even doen. Dit is een jurkje van de Sting. Daar waar ik eigenlijk nooit heen ga. Ik film altijd zo en dat komt natuurlijk totaal niet over, maar dat maakt niet uit. Ik drink nog even wat water en dan... ik zal nog even... Ik kan het wel een beetje laten zien. Ik kan natuurlijk niet Niels' gezicht laten zien, dat staat erop. Maar dit is wat hij als vaderdag cadeautje vergeet. Dat is zo'n... ik kan het zo draaien, zo. Dan zie je zo'n parkeerding. Ik weet nog precies hoe dit werkt, maar in ieder geval kan je dit neerleggen in je auto als je gaat parkeren. Volgens mij leg je dan neer hoe laat je erbij, of hoe laat je erin bent. Nou, ik snap het niet. Anyhow, deze heeft hij geklust. Hier zit dus ook een foto van Niels bij. Ik neem nog even wat water en dan ga ik naar de mannen toe. Ik zit lekker in de tuin bij mijn ouders. Biertje erbij. En het is vrij warm. In theorie kan je ook in de schaduw gaan zitten. Je kan het ook niet doen. Nee, het is inmiddels, wat is het? 6 uur. Dus we gaan zo lekker eten. En Niels is al binnen aan het spelen. En ik heb mijn haar vastgehaald, warm. Ik heb mijn hemdje eronder uit gedaan. Bloedheet. Maar we zijn ondertussen op zoek naar een douchekop. Want onze douchekop is vandaag... top. Onze douchekop is vandaag stuk gegaan. Dus daar zijn we even naar op missie. Ook omdat als wij... we gaan volgende week op vakantie. En dan past er iemand op ons huis... dus dan vind ik het ook wel netjes als we gewoon zeg maar geen kapotte douchekop hebben. Dus ja, we hebben net heerlijk in het badje gezeten. Tenminste, Niels heeft in het badje gezeten. We hebben erin gestaan en hem vastgehouden. En ik heb een beetje gespeeld. En nu dus even lekker eten bij mijn ouders pizza. Niels heeft alvast wat, ik weet niet waar het heen is. Alvast wat komkommer op en wat spergiebonen. Dus die heeft zeg maar zijn groente al binnen. En dan gaan we zo meteen... kan hij lekker een beetje mee knabbelen aan de pizza. Hij wil weer echt alleen maar eten vandaag. Niet te geloven waar hij het laat. Het is een soort bodemloze put. Ja, dus altijd wel een lekker ontspannen dagje zo. En verder hoeven we niks meer vandaag. Ik heb alleen even weekendtassen van mijn ouders. Ik zal het even laten zien. Omdat we voor de vakantie, dan past het wat makkelijker in de auto. Want we gaan natuurlijk met best wel een aantal mensen... Twee weekendtassen. Voor het nieuws druk aan het bouwen. Met blokken. Zo, wij zijn weer thuis. Niels ligt lekker in bed. Ik heb het warm. Verder gaan we niet meer zoveel spannends doen. Dus ik dacht, ik sluit de vlog lekker af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden weer. Het was niet een hele spectaculaire. Maar het was wel een heel leuk weekend. Ook best wel druk, maar ook... Een aantal dingen die ik dus gewoon niet gefilmd heb. Want het is soms een beetje lastig met andere mensen erbij. Maar ik hoop dat jullie het toch weer heel leuk vonden om te zien. Volgend weekend is een extra lange vlog. Want dat wordt mijn vakantievlog part 1, denk ik dat we het noemen. Dan neem ik jullie lekker mee op vakantie. En voor nu wil ik jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken. En vergeet je vooral niet te abonneren als je deze video leuk vond. En ik zie jullie snel. Doeg!